William, kijk je wel eens naar dit programma? Of, Ja, de grap is, ik kijk dus heel vaak in dit programma. En ik heb helemaal niks met voetbal. Maar dat is zo'n lekker programma. Wij ook niet, William. Zo ik heb helemaal niks van. Al maanden zijn we bezig dat hij de Moldy Champions League eruit pleurt. Joh. Ja. Geef lekker weg dat Ziggo-man die kut wedstrijd. Maar eigenlijk hebben wij maar één hobby en dat is fotograferen. Ja, dat is wel waar. Ja. Daar zijn wij gek op. Nou, ik nodig jullie uit voor een nieuw seizoen van het perfecte blaadje. Ja, dat lijkt ons heel leuk. Hij staat daar, maar het is een serie, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Hoeveel heb je er in totaal gemaakt? 75 spraakmakende mannen heb ik gefotografeerd. Dat was het uitgangspunt? Ja, ja. Het zijn mediamannen eigenlijk. Het Museum Hilversum had een mediavrouwen tentoonstelling gehad. En toen vroeg ik eigenlijk, nou ja, dan wil ik wel de mediamannen tentoonstelling doen. En ik was maar naar het tentoonstelling. Zit Ali B toch niet bij, neem ik aan, dan toch of wel? Ali B zit er ook bij. Zit Ali B ook erbij? Ja, zeker. Ja, maar zeker. Voor het verbinden. Speciaal zeker. Voor jullie het. Voor het verbinden. Maar die heb je toch wel na ons gedaan? Ja. Ja, ja, want als ik dat geweten had, dan had ik zeker niet ingestemd met... jij, Johan? Ik wil op geen enkele wijze weer Ali B horen. Heb je Ellie Lust ook gedaan? Nee mannen. Oh, maar is dat een vrouw dan? Ellie Lust! Maar je wilde 75 spraakmakende mensen, mannen uit de media? Ja. Waarom eigenlijk? Wat? Nou ja, ze hadden al een mediavrouw tentoonstelling gehad. Dus ja, ik zei, laten we dan ook wat met mannen doen. Want normaal als je iets met mannen doet en vrouwen overslaat, werd iedereen boos. Maar nu het alleen vrouwen was, werd niemand boos. Maar als je iets met mannen doet, ben je meestal Gerard Joling. Maar ja. dat was niet het idee erachter. Nee. Nou ja, en ze hebben een hartstikke mooie ruimte daar. Ze hebben drie ronde verdiepingen, zeg maar, dus het kan daar mooi rondhangen. En het idee is een beetje, zodra je op televisie komt, dan word je aangestart. Nou, daar weet René alles van. Dan gaan er rare dingen soms gebeuren. En nu kun je in een ruimte komen waar al deze mannen je heel serieus aanstaren. En je mag dus allemaal een mening vormen ook over die mannen. Nou, dat heeft ook iedereen. Dat zijn wel allemaal mensen waar we een mening over hebben. Nou, we noemen twee namen hier en we hebben al een mening. En dat moet dan een mooi geheel worden, zeg maar. Ja, Willy Bord staat er ook bij trouwens. Ja. Willy Bord vanmiddag op de radio. Ja. Willy Bord. Ja, ik had een lijst en voordat ik begon waren er al drie overleden. Dus ik was al heel bang toen die corona uitbrak. Ik dacht, dat gaan we toch niet de kop kosten. Maar wie zijn er omgevallen dan in die periode? Rutger Hauer. Oh ja. Ja. Aart Staartjes. Ja. Even kijken, wie vergeet ik nou? Er was nog iemand. Nou, ik weet het even niet meer. Maar drie mensen die... Okay. Jules Deelder natuurlijk. Jules Deelder. Zat er ook nog bij inderdaad, ja. Ik zie wel namen tussen staan. Jacques Zwart zie ik hier bijvoorbeeld staan. Ja. Je liet hem net nog even vallen. Jacques ziet er nog steeds uit als... God, toch? En nog hartstikke scherp. Ja. Ja. Wat een leuke man ook trouwens. Echt Jeroen Pauw zie ik ook staan. Echt een Feyenoorder, hè? Jeroen Pauw? Ja, Jeroen. Nou ja, ik had, toen ik begon aan deze serie had ik wel iets. Ik begin met een stuk of 10 namen begonnen van mensen die er eigenlijk nooit meedoen aan dit soort dingen. En ik dacht, als die lukken, dan heb ik een kans dat het slagen heeft, zeg maar. Dus ja. Ik had, hoe heet die? Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Doet eigenlijk nooit aan dat soort dingen mee. Die deed dat tv-programma toch? Ja, die deed dat tv-programma. Maar is het waar dat Henny Huisman als enige geweigerd heeft? Nee. Nee, ik had het mailtje gestuurd. Ik had echt binnen 5 minuten antwoorden. Dat is nee. Heel mooi. Nee, Henny? Ja. Echt waar? Ja. Ook heel goed. Een hele lief antwoord ook meteen. Dus ook heel was, goed weer. Dat was snel geregeld. Best wel mooi toch, deze? Welke? Die van jou. Ik vond jou, die van jou ook mooi. Ik vind dit ook een mooie foto, echt, toch? Ja. Ik zou hem wel in huis hangen, hoor. Echt waar? Niet jij niet, Wim? Ook boven de open haard. Ja. Lekker man. Hey, Wim zit er niet bij eigenlijk. Waarom Wim niet? Nee, ja, weet je wil niet te veel sporten. Dus het moest een beetje mengelmoes worden van cabaretier, sport, televisie, ja. Van alles. Dus ja, je gaat hem een beetje op die manier een beetje... Hans Teeuwen, Theo Maassen? Theo Maassen zit er zeker bij. Ja, Hans Teeuwen niet, want Gordon. Het komt te dicht bij elkaar liggen. Freek de Jonge? Freek de Jonge zit erbij. Ja, ook een spraakmakend iemand. Dus Gordon wel inderdaad. Gordon. Ja. Gordon zit erbij, ja. Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Eigenlijk... Nou, en natuurlijk... Toch? Nee, Louis zit er ook bij. Die andere. Maar waar hadden we het net over? Die was vorige week nog Louis. Oh, Louis van Gaal. Ja. Ja. Nou, die stond wel, moet ik eerlijk zeggen, die stond wel in mijn top 5 lijst. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.